ik ben Aurélie. Hallo, ik ben Leonie. Hallo, ik ben Sarah. De rode draad doorheen onze gedichten is het thema liefde. Doorheen ons filmpje zien we verschillende aspecten van de liefde. Ook het absurde komt even naar voren. We starten met de eenzaamheid en de moeilijke zoektocht naar een geliefde. Daarna komen enkele romances en we sluiten af met een dramatisch deel. Om onze gedichten zo goed mogelijk te doen overkomen, hebben we enkele speciale locaties opgezocht. Voor elk gedicht zochten we een locatie die zo goed mogelijk aansluit bij de boodschap en het verhaal achter het gedicht. Maar soms gaat er ook ironie en tegenstrijdigheid achter de gedichten. We kozen onze gedichten vooral omdat we ze zelf heel mooi vonden. Verder sluiten de gedichten ook heel goed aan bij de leefwereld van de jongeren. De gevoelens die we beschrijven in de gedichten zijn echt heel herkenbaar. We vonden deze gedichten in bundels jongerenpoëzie die we opsnorkelden in de bibliotheek. Geniet alvast van ons filmpje. Alleen. Ik ben alleen. Alleen op de wereld. Net als in een boek. Door iedereen vergeten, niemand die mij zoekt. Een hondje die geen baasje heeft. Een Lego-blokje, ver onder de kast. Ze zijn allemaal alleen. Maar het meest alleen ben ik. Ik moet deze shampoo en dat blonde haar. Een licht dat van achteren komt zodat er goud uit mijn hoofd groeit. En zakdoeken tussen de kussens van de banken mogen frotten. Ik weet wel dat ik bof met een fijn huis en alle dagen eten. Maar in Amerika wordt er tenminste de hele dag van je gehouden. I love you. I love you too. I want you. Bij ons valt niemand je ontroerd in de armen of belt je op om niets anders te zeggen. Move your ass to the kitchen. I want you to afwas. I want you to afdroog toe. Hou van mij. Het is geen verzoek. Mag ik u iets vragen? Ja. Dan kom ik bij de liefste. De liefste? Ja, de liefste. Dan kunt u best de straat uitlopen tot aan de Zevenmijlslaar, zo weg. En dan gaat u linksaf tot het einde en daar moet u naar rechts. Dan gaat u links de Veestraat in. Aan het einde van moet u links de brug over en dan slaat u meteen rechtsaf. Dat is de botenbriefgelaan. Die loopt u in. En dan gaat u bij de vierde straat links en bij de derde rechts. Daar en daar is het. Dus hier rechts en daar links? Nee, u moet de Klein Duimpestraat rechts laten liggen en doorlopen tot de volgende straat. En dan slaat u linksaf. Waar is dat? Daar. Waar? Daar. Maar dat is toch waar ik naar rechts moet? Hoe komt u erbij? U vroeg toch de weg naar de liefste? Ja, dat klopt. Wel, die heb ik u net gewezen. U moet die kant op en als u daar bent, vraagt u het nog maar eens. Ik snap het niet. Kun je me niet brengen? Nee. Geef me je jas, van bont van teddyberen. Leg je arm om me heen en al je winterkleren. Zoen me, tot ik warm word. Zoen me, tot ik spin. Trek je huid uit en stop mij eronderin. Sus me met je hartslag. Wij ons, wij ons, wij ons. Maak van dit veel te grote bed een heel klein fort van bont. Kom hier, dat ik in je bijt. Je als een appel eet en zoals dat gaat, van blijdschap niet meer weet waar ik mijn handen laat.
Je bent een boomgaard eigenlijk, waarvan ik graag de vruchten pluk, de bloesems ruik, zoals vandaag. Kijk maar, weer raak ik hier mijn handen kwijt. Nu ik je in mijn armen neem, je als een appel eet en weet hoe liefde smaakt. Zal ik je eens een levensgevaarlijke kus geven? Ze ging op haar tenen staan, legde haar hand in mijn nek en gaf me een levensgevaarlijke kus. Zo'n kus die aan een zijden draadje hangt en heen en weer zwiept om zijn as dood en wegschiet. Ik kon hem niet tegenhouden, ik riep, ik zwaaide met mijn armen, ik holde hem achterna. Zo'n kus die zich omdraait en aanlegt. Iets hoger, iets lager. Zo'n dodelijke kus. Ze staan te kussen, in water en zand, in de branding, aan de rand. Niet aan zee en niet aan land. Ze drijven en ze vliegen niet. Ze zweven en ze lopen niet. Maar staan en kussen, lang en diep. Alsof iets hen bijna riep, maar zij nog even duren mogen. Door een roosje sneeuw. Naast haar lag een brief. Niet wakker kussen. Onder geen voorwaarden. Ook niet na 100 jaar. Wat zal ik doen? Dacht de prins. Zal ik weggaan? Of zal ik haar kussen en denken dat zij het niet zo bedoelt? Ik ben zo moe. Zo dodelijk vermoeid. Doornroosje gluurde door haar wimpers. Met de grootst mogelijke moeite haalde ze langzaam en regelmatig adem. Ze zag de deur dichtgaan, hoorde de treden van de trap. Zo moe, zo vermoeid bij elke stap. En haar hart werd verscheurd.